De opera Uit een dodenhuis wordt door velen beschouwd als het topwerk van de Tsjechische componist Leos Janáček. Ongetwijfeld een van de grootste operacomponisten van de 20e eeuw. Dit werk is Janáček's laatste opera. Het is daarmee ook een beetje zijn muzikaal testament, het culminatiepunt van zijn kunst. Het is een werk dat schitterend verankerd zit in de echte grote traditie van de opera en tegelijkertijd een aantal nieuwigheden vertoont die toch echt wel vrij uniek zijn in de operageschiedenis. Zo heeft dit werk, dat is misschien het meest opvallende, eigenlijk niet echt een verhaallijn. Het wordt gesitueerd in een strafkamp en is een greep uit de gebeurtenissen in dat strafkamp. We krijgen verhalen te horen, aangrijpende verhalen van gedetineerden, en we duiken daarmee werkelijk in de diepte van de menselijke ziel. Uniek is ook dat het een werk is zonder echte hoofdrollen. Het is een collectief gebeuren waarin solisten af en toe uit de massa oprijzen, hun verhaal doen en dan weer in de massa verdwijnen. En natuurlijk, uit het feit dat het zich in een strafkamp afspeelt, een mannelijk strafkamp, volgt ook dat het een haast uitsluitend mannelijke rolbezetting is. Maar dat is in de handen van Janáček geen probleem en zorgt nooit voor monotonie. Janáček houdt in dit werk zijn typisch muzikale schriftuur aan, waarin hij de prosodie van het woord op de voet volgt. Net zoals Claude Debussy dat kort voor hem gedaan had voor de Franse opera in zijn Péléas et Mélisande. Maar ondanks deze aandacht voor het woord is dit werk toch ook een van de meest, of misschien zelfs het meest, melodieuze van Janáček, met een ongelooflijke aandacht voor grote orkestkantilenes en ook vocale kantilenes. Tegelijkertijd is dit werk een heel sterk theaterwerk dat focust op een heel bijzondere groep van de maatschappij, namelijk gevangenen van een strafkamp. Een groep die misschien uitgespuwd is door de maatschappij, maar die individueel genomen stuk voor stuk mensen zijn van vlees en bloed, mensen zoals u en ik. Het is daarmee een van de werken die op diepe wijze een blik werpt in de duistere regio's van de menselijke ziel en toch de mens met een grote warmte blijft omarmen. U krijgt dit werk in de munt te zien in een productie van Krzysztof Warlikowski, de Poolse cultregisseur die in de munt reeds meerdere producties gedaan heeft. En zoals u weet staat dit steeds garant voor een grote theateravond. De cast, de zeer grote cast, is prachtig opgevuld en de muzikale leiding is in de zeer gedegen handen van een van de specialisten ter zake, Michael Boder. Heel veel redenen dus om deze productie in de munt te komen bekijken.